Iedereen heeft zoveel pret. Tom, wat was dat? Kom uit de octopusachtbaan, nu! Kijk eens, Thee. Er komt rook uit het pretpark. Je kunt maar beter even gaan kijken. De octopusachtbaan begon te schudden en toen alle auto's eraf waren, explodeerde het. Laten we de schade van dichtbij bekijken. Stukken van de octopusachtbaan zijn door de explosie over de hele stad verspreid. Estee, je hebt deze keer echt een krachtige transformatie nodig om alle onderdelen terug te krijgen. Wauw, je bent een eenhoorn. Ga je hoorn gebruiken om de onderdelen te vinden? Daar ligt een deel bovenop die boom. Die hoorn is magisch. Het teleporteert de onderdelen naar de octopusachtbaan. Daar is het laatste stuk, op de brug over het kanaal. Is de magie van de hoorn op? Tijd om weer te transformeren, Estee. Octopusachtbaan heeft zijn kroon nog nodig om weer te kunnen werken? Ik weet zeker dat Estee het laatste onderdeel te pakken krijgt. Voorzichtig, Estee. Dat deel is heel belangrijk. Sneller, Estee. Oh nee, het laatste onderdeel is in het kanaal gevallen. Daar is het. Haal de Estee 3000, vlug. Je hebt hem op zijn zijkant, Estee. Trek hem langzaam omhoog. Kijk uit, Estee. Dat scheelde weinig. Mooie redding, Estee. Zet hem maar aan, Tom. Ik hoop dat het niet weer explodeert. Phew! Je kunt weer ontspannen. Marley en Carl zijn vandaag stuntauto's. Een welverdiende high five. We gaan later nog wel meer oefenen, Marley. De stad staat opeens zonder stroom. De hele stad heeft geen stroom meer. Carl, je moet de stad redden. Mm-hmm,
Supertruc vraagt of er nog een manier is om energie op te wekken. Deen zegt dat er wel een mogelijkheid is. Windturbines kunnen stroom opwekken. Inderdaad! Maar het is windstil. Heb je een idee, Supertruc? Een supertrein? Wauw, dat is zo cool! Interessante uitvinding, Supertruc. Dus je gaat heel hard rijden, waardoor je je eigen wind maakt en de windturbine gaat draaien? Dat is geniaal! Het werkt! Oh nee, het ging zo goed. Probeer het nog een keer, Supertruc. Ga door, Supertruc. Oh nee, niet weer! Inderdaad, de auto's mogen niet weer in de weg staan. De ST-3000! Natuurlijk! Een versterker? Cool! Kijk uit! Kom op, Supertruc. Hij is bijna opgeladen. Ja, hij is opgeladen. Hoera! Supertruc heeft alle stroomvoorzieningen opgeladen in Autostad. Hoera! Wat een prachtige dag. Wow! Is dat een nieuw record? Er is hulp nodig op de speelplaats. Laten we kijken. Oh, inderdaad. Het is de eerste dag van school. Een spook! Hij zit achter de kleintjes aan. Je moet ze redden. Het is goed. Je kunt het, Carl. Het waait vandaag. Geen zorgen, Supertruc is er. Is daar een spook? Het is goed, Supertruc. Jij kunt hem wegjagen. Thank you.
De superpolitiewagen is er. Pak hem, Supertruc. Hebbes! Wacht, kleintje. Oh nee! Kleintje, probeer op het dak te landen. Phew! Geen zorgen, kleintje. Supertruc haalt je naar beneden. Hoe krijg je het kleintje naar beneden? De ST-3000. Perfect! Oké, kleintje. Je moet voorzichtig zijn. Zorg dat je niet van... Wow, kijk uit! Phew! Kleintje, wat was je aan het doen? Wilde je niet naar school en probeerde je daarom iedereen weg te jagen? Wacht, je hebt je leraar nog niet ontmoet. Klaar, kleintjes? Wow! Dat ziet er leuk uit. Rustig aan, kleintjes. Wauw. Geweldig. Jullie zijn goede stuntmannen. Dat is het signaal. Iemand heeft Supertruc nodig. Laten we gaan. Onze raketvriendjes waren een nieuwe stuwkracht aan het proberen toen Rocky een probleem kreeg met zijn motor. Supertruc, help alsjeblieft Rocky te landen. Baby Rocky maakt zich zorgen dat zijn vader zal neerstorten. Hoi baby Rocky, maak je geen zorgen. Supertruc is hier om je te helpen. Wow, wees voorzichtig. Supertruc, je moet Rocky weer helpen om veilig te vliegen. Baby Rocky, nee! Baby Rocky, kijk uit! Oei, dat scheelde niets. Supertruc, gebruik de ST-3000 om Rocky te stoppen. Een magneet? Hoe ga je die gebruiken, Supertruc? Natuurlijk, Rocky is gemaakt van metaal. Dus de magneet kan hem pakken. Hey. Je doet het goed, Supertruc. Oh nee, Supertruc, kijk uit! Brand! Supertruc, doe iets! Super brandweerwagen? Natuurlijk!
Ga je gang, Supertruc. Goed werk, Supertruc. Maar wat doen we met Rocky? Het werkt! Rocky zijn motor is gestopt. Je vader is veilig, baby Rocky. Dank je wel, Supertruc. De motor is gemaakt, dus laten we hem testen. Oeh, het is spannend. De motoren werken perfect. Goed gedaan. Tot de volgende keer. Het lijkt erop dat iemand je hulp nodig heeft, Supertruc. Amber moet medicijnen leveren aan Ben en Jerry voor een griep. Maar de bouw in een van de straten heeft geleid tot een verkeersopstopping. Tijd om Amber te helpen een griepcrisis te voorkomen. Transformatietijd, Supertruc. Amber heeft bijna geen tijd meer. Heb je de medicijn aan Ben en Jerry gebracht? Supertruc, je moet je weer transformeren om te helpen deze auto's naar het ziekenhuis te brengen. Supertruc, gebruik de ST-3000 om de tweede auto op het laadplateau te helpen. Goed gedaan, Supertruc. Mooi werk, Supertruc.